Dit is een videoproductie van de lokale omroep Mil. Sinds 1 augustus is pastoor James de nieuwe pastoor voor parochie De Goede Herder. Binnen deze parochie vallen de dorpen Mil, Langenboom, Sint-Hubert, Wilbedoord en Haps. Amy van der Wiel ging namens de lokale omroep Mil op bezoek om nader kennis te maken met pastoor James. Nou, wij zitten hier nu in de tuin van de pastorie met pastoor James, de nieuwe pastoor van De Goede Herder. Welkom James in onze gemeente. Dankjewel. Je bent nu net een paar dagen hier aangekomen, geloof ik. Hoe is het bevallen, de eerste dagen? De eerste dag is bij mij heel goed bevallen. Ik ben heel warm ontvangen hier door de mensen. Ik ben eigenlijk heel erg verrast door die enthousiasme hier in Mil. Ja, en wat heeft u precies gedaan de afgelopen dagen? Eerst vooral de kennismaking op 12 juli met het kerkbestuur. En daarvoor op 7 juli al met een kennismaking met de pastoor, oud-pastoor. En toen heeft hij mij heel gastvrij ontvangen. En ook de collega priester Bas van Dijk heeft ons heel warm ontvangen. Zo, dat geeft al een goede gevoel hier. Hè? Ja, goede indruk. Begrijp ik. Zo, ja. Ik vond het heel mooi. Ja. Ja. En heeft ook al een paar, langs de kerken bent u al geweest, een paar missen gedaan geloof ik. Ja, afgelopen weekend. De eerste mis was in Wilbertoort. En toen waren er ongeveer 60 mensen in de kerk. En na de mis hebben we even kennis gemaakt. Dat was mijn eerste kennismakingsviering. En daarna op zondag in Langeboom. Ook weer ongeveer 50, 60 mensen in de kerk waren. Ik vond het allemaal heel, heel bijzonder, heel gemoedelijk. Zeg maar. Ja, want u heeft hiervoor heeft u 10 jaar in Vught, bent u daar pastoor geweest. Ja. Dus natuurlijk ook wel gek om daar dan weg te gaan na zo'n lange tijd, lijkt me. Hoe was dat om daar afscheid te moeten nemen? Ja, dat was heel emotioneel geweest. In de viering vooral. Want ik ben daar 10 jaar gewerkt. Maar wel, dan was ik was daar... niet de pastoor, maar hier mag ik wel de pastoor zijn. En dat gaf mij ook een goede vooruitzicht, zeg maar. Daarom was het een dubbele gevoel. Dit is wel, ik was heel blij met deze benoeming. En ik was ook een beetje, ik vond het jammer dat ik Vught moest verlaten. En vooral van de mensen die ik heel goed gekend. En ze hebben me ook daar op handen gedragen. Ik moest en allemaal verlaten. Zo, dat was een beetje emotionele viering geweest. Een week eerder. Ja, begrijp ik. Ja. Dus u kijkt er wel positief op terug als ik het zo hoor. Ja. Er waren ook af en toe hier en daar moeilijke momenten, moeilijke tijd. Maar dat is leven. Dat heb je altijd. Maar ja. Algemeen. Ik had een goede tijd in Vught. Ja. In Vught, Kromvoort en Helvoort. Ja. Ja. En denkt u dat u die tijd hier ook heel goed gaat maken zoals het daar was? Zo denk ik ook. Zo'n gevoel heb ik. Dat is een goede... Ik heb er heel veel zin in hier, om hier te zijn. Zo, daarom denk ik dat het goed zou komen hier. Net zoals in Vught. Ja, nou mooi om te horen. Ja. Wat zijn verder eigenlijk de plannen van de parochie samen met de gemeente? Ik had iets gelezen over de kerkenvisie waar jullie mee bezig zijn. Daar heb ik ook iets van gehoord. Ja. Vooral in Langeboom. De kerk wordt een soort gemeenschapshuis. Nu is het alleen voor de diensten. Die kerk is gebruikt, dan wordt in de toekomst wordt gebruikt ook voor andere activiteiten in het dorp. En ook plus voor de mis, voor de diensten, zeg maar. Mm-hmm. Als er een uitvaart is of weekenddiensten, dan kunnen we het ook in de kerk houden. Ja. Ja, want er werd geloof ik ook gekeken wat er gaat gebeuren met de kerken, toch? Omdat er steeds minder mensen komen. Het gebouw blijft daar staan. Oké. Okay, ja. Dat krijgt een andere bestemming. Meer
dingen gebeuren in de kerk. Ja, en is dat, geldt dat alleen voor de kerk in Langeboom of ook voor de andere kerken hier in de gemeente? Nu is het alleen in Langeboom daarmee zo bezig. Ja. Andere kerken, er is nog niet sprake van. Nee. Een gemeenschapshuis. Oké. Nee. En wat gaat u de komende dagen en weken nog doen? Eerst beginnen zeg maar. We met de eerste viering. Ben ik met het eerste rondje bezig. Mm-hmm. Ik ben maar twee kerken bezocht, zeg maar. De mis gedaan. Dan komende weken naar andere kerken. Mm-hmm. Volgende week op 7 augustus in Haps. En 8 augustus hier in Mil. En dan daarna in Sint-Hubert. Dan ga ik eerst allemaal met de mensen kennis maken. Dan zullen we kijken wat moet ik doen. Hè? Ja, nou hartstikke leuk. Ja. Heeft u misschien, ik dacht misschien is het leuk om te vragen wat uw favoriete Bijbelcitaat is. Om het even wat persoonlijker te maken. Heeft u die misschien? Nee, ik kijk altijd de Jezus, de goede herder. Dit is de parochie van de goede herder. Ja, ik heb de Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Mm-hmm. Ik ben de brood des levens. Dat is Jezus, ik ben met je altijd. Die woorden zijn allemaal van de Jezus woorden. Dan als wij daaraan denken. Kunnen we zeggen dat het klopt, ja. Wij hebben zijn aanwezigheid bij ons. Hij leidt ons. Alle gebeurtenissen geeft het getuigenis dat hij achter ons is, achter mij is. Die goede herder. Mm-hmm. Ja. Ja, mooi dat dat inderdaad ook in, ja, dat dat dan ook in de naam zit van de goede herder zelf. Ja, ja. Ja. Nou ja, dankjewel. Ik wil je heel veel succes wensen de komende weken en natuurlijk jaren. Ik hoop dat je een hele mooie tijd gaat hebben hier. Ja, dankjewel. Dankjewel.